Peggy 18. Wacht heel even voor je gaat kijken. Zie je deze 18 hier zo? Deze 18 betekent dat mijn video niet geschikt is voor jouw publiek. Als je nog minderjarig bent of je weet niet wat dat betekent, vraag eerst even je ouders op toestemming. Heb je toestemming van je ouders of ben je 18 of ouder? Dan wens ik je uiteraard veel kijkplezier. Rich it out en game on. De vorige keer in Resident Evil 2. Blijf van me af. Leon, trap hem gewoon. Jezus, wat ben jij, watje. En straks in Resident Evil 2. Sneller. Ja, oké, daar heb je het al. Trap het voor zijn gezicht, Leon. Oh man, misschien moet ik toch een beetje gaan oppassen voor die kuitkluivende zombies. Anyway, ik ben Richard en welkom terug voor het vervolg van Resident Evil 2 Remake. Kijk hoor, story. Nee, laat ik eens kijken bij bonuses. Dat heb ik nog niet gedaan. Concept arts. Deze heb ik nog helemaal niet gezien. Wat gaaf. Het zijn echt allemaal van die coole plaatjes die ik denk ik heb verzameld de vorige keer dat ik gespeeld heb. Wat gaaf. Ik heb weer iets nieuws om te doen. Ik ga ze gewoon proberen allemaal te verzamelen. Oh kijk, dat is waar ik nu ben, geloof ik. Volgens mij is dat waar ik pas gesaved heb. Bij dat bureau. Gaaf. Ik zie alleen wel dat ik er een paar heb gemist. Ik weet niet of ik die nog ga krijgen. Maar ze staan volgens mij wel op volgorde van nummer. Dus ik heb mijn work cut out voor mezelf in ieder geval. Ik ga weer verder met waar ik gebleven was. In de police department. Laat ik het spel inladen en dan zie ik jullie in een split second. En daar staat hij dan. Mijn eerste save in Resident Evil 2 Remake. En hij houdt ook bij hoeveel saves ik doe in totaal in het spel. Dat is wel gaaf. Er viel me nog iets op de vorige keer in mijn vorige opname. En dat is dat het geluid van de stemmen van de karakters tijdens cutscenes een stuk lager was dan de stemmen, dan het al het andere geluid. Dus ik doe al het andere geluid even twee streepjes lager. Dat zou het hopelijk een beetje gefixt moeten hebben. En dit. Is dit de kleur van mijn vizier? Als ik ga richten? Ik weet het niet zeker. Maar ik had nog wel iets anders gezien de vorige keer. In het gevecht met de eerste zombie in het tankstation. Dat als ik gericht bleef, kijk, dan wordt mijn vizier kleiner. En ik denk dat als je vizier kleiner is, dat dan je schot een stuk krachtiger of accurater wordt. Want kijk, als ik loop, dan wordt mijn vizier niet kleiner. Zie je dat? En ik heb dat nog nooit eerder gehad in Resident Evil games. Oh, kijk eens. Hier ligt gewoon een first aid spray. Die had ik helemaal nog niet gezien toen ik station binnenkwam. As you take damage, your health monitor from the bottom left will drop from fine to caution to danger. Oh, kijk. Hij is, ja, dit monitor zie, valt me nu ook pas voor het eerst op. Hij is nu fijn. Ik examine even die first aid spray. Ik examine trouwens alles wat ik voor het eerst tegenkom. Want sommige items, daar kan je mee interacten. Als je ze goed examined, kan je ze openmaken. Of zit er een knopje op of whatever. Kan je er iets op lezen. Deze speet door trouwens hier zo. Die, als ik eraan ga lopen frunniken, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of, ja, kijk, hij geeft dat gewoon aan op de kaart. Dat het een spader is. Dat is wel chill. Dat is wel chill. En dit. Hij geeft ook op de kaart aan wat daar dan een golden statue is. Dus dat is wel cool. Dat hij gewoon wel even alles aangeeft waar je mee interact. Dat je het later kan terugvinden van hier was nog iets mee wat nog niet is opgelost en zo. En wat is dit? Een soort van puzzeltje, hè? Wat is het eigenlijk? Het is gewoon een standbeeld van een leeuw. Nou, wat nou als ik dan gewoon drie leeuwenkoppen doe of zo? Zou dat dan het antwoord kunnen wezen? Ik weet niet eens wat je ervoor krijgt als je het goed doet, maar deze hij heeft maar één leeuwenkop. Die andere, dat zijn weer andere plaatjes. Oké, nou ja. Ik vind vast wel ergens anders de oplossing voor dat. Ik zie daar nog een deur.
En daar is ook nog een stukje balkon. Maar ik denk dat ik eerst gewoon de benedenverdieping uit kan. Ik denk dat dat wel... wacht even hoor. Ja, ik denk dat dat wel de beste manier is om deze police station te tackelen in ieder geval. Ik ga dan eerst hier naartoe. Dit luik. Ik denk dat ik zo het luik openmaak. Dan ga ik gewoon door dat luik heen. Of niet. Kan ik er door? Laat wel keep out. Wil ik er door? Dat is ook de vraag. Oh man. Oh. Dit ziet er heel anders uit dan... aan de andere kant van het luik. Het is hier ranziger dan ranzig. Gadverdamme. En donker. Echt zo goed dat Leon die zaklamp heeft gepakt en meegenomen. Wacht, wat? Je mist een fuse. Maar er zit wel één fuse in. Kan je die gewoon uithalen? Voor als je nog een keer zoiets tegenkomt. Wacht. Kan ik nou niet meer terug? Are you fucking kidding me? Moet ik? Oké. Okay. Dit wordt gewoon weer het tankstation, maar dan 2.0 dit keer, denk ik. Oh man. Hallo? Is daar iemand? Is deze deur open? Deze deur is niet open. En de kaart zegt, het is een locked door. Echt handig dat de kaart dat gewoon allemaal aangeeft als je er met... Wat? Ik scheet 7 kleuren stront van dat geluid. Dus ik speel met de headset. Dus ik hoor dat geluid echt 10 keer zo hard als jullie. Wij jaag je echt de stuip op het lijf, jongen. Als je dat, je hoort het ook in één keer achter je en helemaal om je heen en zo. Dit soort spellen zijn echt geweldig als je het speelt met een headset. Dan hierdoor. Wat vind ik hier zo? Oh, daar is een lichtknop. Yes. Lichtknoppen zijn mijn grote vrienden in dit spel. Kijk. Oh, zombie. Nee, het is gewoon een lijk. En ik kan hem zak rollen. Althans, ik hoop dat het een lijk is. Kom alsjeblieft niet tot leven. Wat is dit? Hier werden geloof ik besprekingen gehouden. Dit ziet er wel cool uit. Maak gewoon even een screenshot van dit stuk. Ja, ga ik gewoon verwerken in de volgende thumbnail. Fuck it. Kan ik daarheen? De kaart zegt geloof ik van niet. Maar ik heb ook nog niet de hele kaart, de hele map gevonden. Dus dit is echt... Dit heeft helemaal niks met zombie apocalypse te maken. Dit hier, dit is gewoon nalatigheid van de schoonmaak. Allemaal vuilniszakken in de hoek. Hold, en dan kan ik hierheen. Sowieso dat keep out bordje. Die schoonmaak heeft zich daar in ieder geval keihard aan gehouden. Oh man. Dat knipperende deel op de kaart, dat is geloof ik waar ik heen moet. Want ik moet natuurlijk die ene gast vinden die ik zag op de camera. Gotta find that guy, dat is wat Leon zei. Ik kan niet de mannen wc in, dus ik moet de vrouwen wc in. Maar de vrouwen wc heeft wel altijd veel spiegels. Waar ik mezelf weer niet in kan zien, net zoals in elk ander Resident Evil spel. Het is zo jammer, soms wil je gewoon even kijken naar je knappe blote kont. Kop. Nog een first aid spray. Echt? Oh, dit is de reden waarom het hier zo blank staat in ieder geval. Dan weet ik dat ook weer. Maar echt, nog een first aid spray. Daar word ik ook echt zenuwachtig van hoor. Als je wordt doodgegooid met healing items. Dat is echt gewoon alsof het spel indirect tegen je zegt van... We gaan je zeggen... You're going to get your ass kicked. Ja, kijk, hier gaat het al beginnen hoor. Jesus. Beter is dat geen zombie. We gaan je even leren hoe je first aid sprays moet gebruiken, scrub. Oh, dit is ook weer... Deze East Office, die is aan twee kanten gewoon dicht. Volgens mij zit er echt fortuin achter deze deur. Nou, ik ga het er niet proberen af te schieten. Straks komt die zombie tot leven. Dan vliegt die weer naar mijn strot. Ik heb... Open up! Wat? Hurry! Open up! Oh, dat is volgens mij... Dat is volgens mij die gast die ik zag op de camerabeelden. Ik kom eraan, dude. Ik kom eraan. Hij zit, geloof ik, hier achter in het luik. I'll get you out. Please,
Come here, hand. Ja, dat is hem. Hij heeft ook iets in zijn hand. Trek hem eruit, Leon. Trek hem eruit. Oh my god. Hij wordt levend opgevreten, geloof ik. Don't worry, God. I got this, bro. Ik ken EHBO. Ik lap je op. Ik heb 2 first aid sprays. Ik heb 2... Bemoei je er niet mee. Ik ben hier bezig met het verleden van de eerste hulp, ja? Oh, een boekje. Trouwens, die gast is hartstikke dood. Laat het gewoon lekker. Wat heeft hij? Dit boekje had hij ook op die camerabeelden. Het zijn al zijn tekeningetjes. Of nee, dit zijn... De Golden Statue. Dit zijn gewoon... oplossingen van... Oh. Dat is gewoon... linksboven is gewoon dat levensstandbeeld. Met de oplossing. Ik had de oplossing eigenlijk nog bijna goed ook. Want ik had leeuwenkop, takje en daarna geloof ik een slang. Dus ik had bijna de... Als ik het laatste een vogel had gedaan, dan had ik het gewoon in één keer... Toevallig in één keer goed. Oh my god, echt nasty. Oh, die arme politieman. Die ligt helemaal in tweeën. Daar ga ik sowieso niet naartoe. Ik ga door die... Oké, wat nou weer? Eén zombie, toch? Wel zombie. Schiet. Sorry, zombie. Maar je staat in de weg. Ik ga niet door dat luik. Ik ga... En op magische wijze pleurt er een lamp door het bureau. Dus ik ga... Oh, hij was nog niet dood. Oh my god, ik schrok me de tyfus. Oh. Oké, ren. Ren, de gekkigheid is begonnen. Nee, niet daar naartoe. Er zat een ketting aan die deur. Dat waren de wc's. Ik moet daar naartoe. Wat nou weer? Oh. Waar komen ze die allemaal vandaan dan? In je gezicht, trut. Ik ga ze niet doden. Ik ga ze alleen even... Eén schot in je kop en dan ren ik er snel langs. Kijk. En dan... Waar moet ik heen? Die deur is nu ook open. Misschien... Oh, dus komt echt zo'n dikke zombie uitgezet. Misschien ligt er loot daar. Nee, fuck it. Ik ga daar niet naar kijken. Ik moet weg hier. Maar kan ik nou ineens wel terugkruipen? Ja, nee, jij hebt geen keus. Maar wel snel. Anders gaan jouw benen er ook aan. Sneller. Ja, oké, daar heb je het al. Trap het voor zijn gezicht, Leon. Trap het voor zijn bek. Bedankt, vreemdeling. Je hebt mijn benen gered. Ja, mijn benen zijn safe voor nu. Marvin Branagh. Leon Kennedy. There was another officer. I couldn't. Je had 2 first aid sprays, lul. Nou, oké, je kon er waarschijnlijk verder weinig aan doen. Die gast lag helemaal in tweeën. I'm sure you did what you could, Leon. Sort of. Ja. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Kijk, hij heeft zijn politiepakje aangetrokken. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Now, you'll need this. Oh, yeah, yeah, damn it, I need that. Yeah. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Take it out. Or you run. Got it? Yes, sir. Een taaie motherfucker dit. Maar no worry, dude. Marvin was het. Ja.
Dit is het eerste Resident Evil spel wat ik getackled heb in mijn leven. The Combat Knife. Equip on inventory screen to use. This knife wears down with use and will break when its gauge is depleted. Echt? Echt? Heeft het... Can we use it to counterattack? When you get grijpend bij een zombie. Oh, vet. Maar het heeft gewoon een health bar. Net zoals in Dark Souls. Dus het... kost het ook... gaat die helpen ook naar beneden als ik er gewoon mee zwaai? Even testen. Nee, die helpbar zit gewoon nog helemaal vol. Dus... misschien wel als ik de environment ermee raak. Maar dat zie ik dan wel weer. Maar dat betekent dus wel dat er meerdere messen, denk ik, in het spel zitten. Als ze kapot kunnen gaan. Hoop ik althans. Of je zou ze kunnen maken op de een of andere manier. Nou, die officer die redt zich wel met zijn League of Legends op zijn laptop. Dan ga ik... Kijk, zo ziet zijn uniform er nu uit. Dus nu ziet hij er zo uit. Hij heeft zijn jas aan de kant gegooid en het pakje aangetrokken. Heel braaf van je, Leon. RPD staat geloof ik voor Raccoon City Police Department. Of... Residential Police Department. Nu zou ik dit kunnen oplossen. Ik kan voor de zekerheid wel even in het boekje kijken wat het ook weer was. Maar volgens mij was het leeuwenkop, takje of twijgje en vogel. Ja, vogel. Kunnen we deze puzzel ook alvast even oplossen? Leeuwenkop, takje en vogel. En dan krijg ik er een medal voor. Die ga ik ook even examinen uiteraard. Kijk hier. Ziet er best wel cool uit. Maar hier. Het is dan misschien niet iets waar je mee kan interacten. Maar er staat wel een plaatje van de Golden Statue achterop. Wat je alleen kan zien als je het zou examinen. Dus dat is wel kleine tip van, kijk, daar moet je nou voor gebruiken. Maar dat ga ik straks doen. Ik ga eerst even hier kijken, want hier zo en aan de overkant ook straks waren nog plekken waar ik heen kon. Deze deur die is gewoon niet op slot, zo te zien. En is dit gewoon de eerste? Ja, dit is gewoon de eerste Green Herb die ik vind. En als ik me daarmee wil healen, dan kan ik die gewoon pakken en gewoon zo mijn back down. Zo. Ja, zo hiel je je in dit spel. Gewoon wietplanten vreten. Zo, zo'n herb die hielp me dan ongeveer van karsje naar fijn. Dus het is niet zo heel veel, maar beter dan niets. Nog zo'n speet door. Ik zie hier wat dingen en daarachter zie ik ook iets. Is dat dan gewoon een kluis? Kluis. Waarvan ik de combinatie niet weet. Maar misschien staat dat hier ergens geschreven. Misschien staat het wel in dat boekje wat ik daar vond. Het is een gids. Dus ik denk niet dat het hierin staat. Maar ik zou het wel even kunnen lezen. Het heeft maar 3 pages. Welcome to Raccoon City. Did you know, while we are home of the bloody bloody giant Umbrella Corporation, Raccoon City is a vibrant and dynamic city with a long, rich history of its own. In this guide, we will introduce you to a few of the more unusual points of interest our city has to offer. Ik lees het wel een beetje op met een Nederlands accent. Heb je het gemerkt? Dus, Raccoon City Police Station. Hey. Dat is waar we nu zijn, dus ik ben benieuwd wat ze schrijven over de police station. This building in the center of town wasn't always a police station. In fact, it used to be an art museum. Dus vandaar dat het er zo niet stationachtig uitziet. Het was dus een museum. Various features like the unusual clock tower and the goddess statue in the main hall remind us of a bygone era. The orphanage, just a few blocks from the police station, is an orphanage founded and run by the Umbrella Corporation with the help of generous donations from businesses and citizens alike. Building
is known for its... Oh, the building is known for its stained glass window, which attracts visitors from around the world. Misschien is dat gewoon het volgende level wat je krijgt na de police station. Maar het is... Komt er geen code in van de kluis. Dus, maar die vind ik vast wel ergens anders. Ik vind het alleen maar leuk als het me niet al te makkelijk wordt gemaakt in dit spel. Dus dit was eerst dus een museum en het is dus gerenoveerd. Dus vandaar dat het zo groot is en er zo uitziet. Oké, okay, nu ga ik deze kant even bekijken. Hier is weer een deur met een spade sign erop. Heeft het wel weer aan op de kaart. Hoorde ik nou iets achter die deur? Ik dacht dat ik wat gegrom hoorde achter die deur, maar... Could be just my imagination. Ik speel dit spel ook al voor een kwartier of zo, dus... handgun ammo. Waren dat er nou gewoon 15? Ik weet niet, maar... Volgens mij was het lekker veel handgun ammo. Vind ik alleen maar mooi. Dan ga ik nou even... Even die... Nou, ik ga de volgende keer ga ik dat tape wegsnijden. En dan ga ik dan deze kant op. Dat doe ik dan in de volgende video, want ik ben al een tijdje bezig. En dan zie ik daar nou... Zie ik daar nou gewoon weer een green herb? Ik weet nou hoe die dingen eruit zien. Dus nou, ik ga gewoon lekker al mijn healing items in die doos pleuren. Want wat moet ik met 2 first aid sprays? En ik gooi die... Green Herb ook gewoon maar in die kist. Want in de volgende video krijg ik gewoon weer een nieuwe. Dus ja, dan doe ik het gewoon. En dan doe ik mijn mes gewoon even naast mijn handgun. Dan ziet het er ook weer wat overzichtelijker uit. Dan ga ik even het medaillon in dat standbeeld douwen. Want ik heb gemerkt dat mijn inventory niet al te groot is. Zo heb ik 5... Right. Yeah, but the passage isn't open yet. Ja, dat ziet die neger ook wel. Echt, laat hem lekker League of Legends spelen, Leon. Dus, maar goed, ik heb nu wel lekker 5 inventory slots. Want mijn inventory is al niet zo groot. Dat vind ik helemaal prima. En dan ga ik gewoon hier zo, precies dezelfde plek als de vorige keer, ga ik dan de video beëindigen. En safe. Schijnt al een tijdje hier een zon midden in mijn kamers. Dus ik ga zo meteen even wat gordijnen dichtschuiven ook. Goed. Ga ik nu de video beëindigen op precies dezelfde plek als waar ik dat de vorige keer deed. Alleen dit keer in Leon zijn coole RPG outfit. Dan ga ik in de volgende video. Ga ik de westkant van het gebouw ga ik even uitkammen. Ga ik dat tape wegsnijden en dan ga ik daar doorheen. Mensen, ik dank jullie hartelijk voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Richard out.